Alliance has just announced they have finally found the solution for the contamination. And no scientist this time, but believe it or not, a 10-year-old boy. A boy who ate a wooden chair. He's talking about you, kid. You were all over the place. Even in today's newspapers. He's gonna make us all very proud, isn't it, boss? Ze hadden het over mij op de radio. Ik was de kid die de wereld zou redden. Tja, Hollywood. Weer al klaar ligt de dag. Hoe lang heb ik nu weer geslapen? De godganse dag weer niet gezien. Ah, je kent uw vader. Ja, maar het wordt er niet beter op. Ja, het is inderdaad al even geleden. Hij heeft soms niet graag mensen om hem heen. Ik zie hem zelfs al amper. Ja, maar gewoon toch in hetzelfde huis? Je slaapt toch nog samen? Je wil geen last meer. Ja, dat je het hier mens kunt uithouden, snap ik. Enfin, ciao, hè. Ja, ciao. Gaat jij bij alles mee? Misschien moet je er echt eens mee naar een dokter gaan, hè. Allee, die komt precies nooit meer buiten. Ach, daar moet ik niet mee afkomen met dokters. Er heeft hem zijn part van gehad, hoor, liefje. Ja, je moet ook niet alles geloven wat hij vertelt. Maar ik was er toch bij. Wat wilt je dat ik doe? Hem laten zitten? Ik zie uw vader graag, weet je. En ik help hem gewoon door er te zijn. Dat was vroeger zo en dat is altijd zo geweest. En niet gelijk jij, hè? Die van de ene naar de andere. Ja, is goed, moeder. Mijn weg. Salutjes, mama. Dag, hè. Woehoe. Dag, schat, hè? Voorzichtig, hè? Ja. Betrapt. Maar het was nogthans niet de eerste keer. Als klein manneke had ik van spioneren een sport gemaakt. En Gerlinde, dat was mijn muze. Met haar zou ik trouwen later. Maar of dat allemaal zou lukken, dat wist ik toen nog niet. Lap, wat een loser was ik toch. Er moest iets veranderen als ik met Gerlinde wou trouwen. Ik moest iets ondernemen, iets wat niemand me ooit had voorgedaan. Ha. Beseft helemaal wat je mij hebt aangedaan? Wat je mij en uw moeder aandoet? Het is niet erg, we kopen wel een andere. Een andere? Een andere? Dat was de stoel van mijn overgrootmoeder, hè? Dat is een erfstuk. Meneer had een hongerke. Wie eet er nu een stoel op? Wie eet er nu in godsnaam een stoel op? Hier, voilà, dat is hetgeen dat jij vandaag te eten krijgt. Alsjeblieft. Worst, dat eten wij, ja. En puree en spruitjes. De stoel van mijn overgrootmoeder. Wist ik veel dat mijn vader er zo aan gehecht was. Kom toch in een stoel! Maar dat het voorval niet onopgemerkt zou voorbijgaan, ja, daar bestond toen al geen twijfel meer over. Want mijn vader, die was niet content. Hij haalde er zelfs specialisten bij
die allerhande toestellen op mij uitprobeerden. Toestellen die lichtjes begonnen door te slaan. Maar dat kwam eigenlijk gewoon door de honger. Ja. Ik denk dat ik hem gevonden heb. Wat zit er daar? Dat ik het niet weet. Meneer professor, wat is het precies dat u gevonden hebt? Uw stoelen, meneer. Of nee, wacht. Nee. Moment. Ja, hier heb ik hem weer. Nu ben ik zeker. Een kwakzalver, want mijn vader geloofde er op de duur niks meer van. En aangezien hij absoluut zijn stoel terug wou, gingen we langs bij dokter Semmelweis. Gespecialiseerd in exotische ziektes omwille van zijn verleden in de Broesten. Antiek. Ja, een erfstuk. Echt heel duur. Eikenhout. Ja. Zeker van. Absoluut. Is het geen tropisch hardhout? Want daar zitten venijnige beestjes in. Beestjes? Nee. Het is eerste keus eikenhout zonder knoesten. Cursus Patraia. Zonder knoesten. Ja, hoe dat hem het binnengekregen heeft, ik heb geen idee. Het zal niet gemakkelijk geweest zijn. Waarschijnlijk. Een mens eet van alles om te overleven. Ik weet waar ik het over heb. Overleven? Goed. Een laxatief zal voldoen. Een laxatief? Purgeermiddel. Morgenavond heb je je stoel terug. Allee. Gerard? Jongen? Is het gelukt? Is er nog iets te zien? Iets. En zo gebeurde het dat mijn plan ongewild helemaal anders uitdraaide. Niet verkeerd, dat niet, maar een beetje groter dan ik had verwacht. Kom aan, zeg, doe je best. Ik heb een goed verhaal voor jullie. Want eigenaardig genoeg had er nog nooit iemand aan gedacht om een stoel op te eten. Behalve ik natuurlijk. Dus nog eens, direct een foto als de deur open gaat en jij alles goed opschrijven, oké? Oké. Allee, op dit uur zeg. Gerard, ik kom direct terug, hè, jongen. Goedemorgen. Gerda, kun je dus komen, alstublieft? Het is misschien nu niet het moment, hoor, want we zijn nogal druk bezig. Ja, hier is ze, de jongen die net de stoel heeft opgegeten. Foto. En? Was het lekker? Proficiat, meneer. U zult wel bijzonder fier zijn. Ah, ja, nu dat ik het zeg. Ja, eigenlijk wel, ja. We zijn allemaal bijzonder fier op onze jongen, ja. Want wie eet er nu een stoel op, hè? Dat is toch niet normaal? Ja, we weten ook niet waarom dat hem het gedaan heeft. Want ik krijg hier genoeg te eten, hè. Want ons Gerda, mijn vrouw, die kan echt heel lekker koken. En zo kreeg de journaliste het hele verhaal te horen. De aangedikte versie van mijn vader uiteraard, want hij besloot om het spel mee te spelen. Vooral omdat de buren aan het toekijken waren. Maar ik was de enige die wist waarom ik het werkelijk had gedaan. Maar een demonstratie voor een groot publiek zag ik absoluut niet zitten. Welkom. En dames en heren. Voilà. Eerst een man. Smakelijk. Allee, eten. Allee, hè. Goed eten, hè. Laat u maar smaken, hè.
Natuurlijk wilden mijn vader en de winkelverkoper fortuinen verdienen door eetbare stoelen te verkopen. Ja, heb je geen andere? Eikenhout? Want het kan zijn dat dat daar aan ligt, dat op deze niet lust. Dat kan, hè. Eikenhout, hè? Ja. Een andere? Ja. Ik heb geen andere. Mijn geld. Wat? Ik wil mijn geld. Kom, mijn geld. Ik had natuurlijk iets goed te maken tussen mijn vader en mezelf. Dus besloot ik om toch maar toe te geven. Mijn vader was dolgelukkig. En ik ook. Want Gerlinde werd alleen maar meer en meer verliefd. Voorzichtig met de lak van mijn auto. En de stoel van mijn overgrootmoeder, die was snel vergeten. Want elke week kwamen er nieuwe en mooiere bij. Geen centen, maar stoelen. Hier, een cadeautje. Voor mij. En wat moet ik er dan mee doen? Opeten? Nee. Je kunt op gaan zitten. Ah, doe eens voor. Wat bedoel je? Gewoon zitten. Oh, oké. En doe die ogen eens zo. Doe. Oké dan. Mijn eerste kus. Maar schone liedjes duren meestal niet lang. Iedereen evenveel balken. Zo, 2, 4, 6. Ja. Gerard heeft er 7, dat is niet eerlijk. Dat is een grote jongen. Die moet goed eten. Anders eet hij nog al onze stoelen op. Hè? Dat zouden we niet willen. En toen gebeurde het. De onverwachte gast. I've heard you have a quite famous son around here, sir. Yes, if you say so. Well, can I have a word with him? Yes, yes, please. Let me introduce myself. My name is Harry Kaufman, and I'm here to make your son famous. My son famous? I have heard you've done something special, boy. Didn't you? When someone does something very special, we do notice it where I come from. I want to take your son to Hollywood, sir. If you don't mind. To Hollywood? Yes. If you can make it there, you can make it everywhere. Come on, boy. En zo vertrok ik naar Amerika om in Hollywood films mee te spelen samen met Harry Kaufman. Vanaf dat moment is mijn hele leven veranderd. Ik werd iemand die ik helemaal niet wou zijn. This theater, a story about a boy left alone. Hungry and with no food to eat after the nuclear attack. Except for... This is a story of the kid who changed into something completely different. A motion picture about the birth of Woodman. Er nu naar Hollywood. Na al die jaren wou ik alleen maar bij Gerlinde zijn en niet bij Kaufman of op een of andere filmset waar mijn leugen alleen maar groter werd.
En daar zat ik dan, voor de zoveelste keer als Woodman. De eeuwige underdog die steeds het onderspit moest delven voor slechts één iemand. Kaufman. Speciaal gedaan. Wauw. Zeg maar, zei jij niet die jongen die die stoel had opgegeten? Ja, dat zei jij toch, hè? Maar iedereen ziet u graag. Maar ik ken het meeste. Dat weet ik. Allee, kom maar, we gaan het turken doen. Na u. Zoals altijd waren het Gerlinde en de kinderen die mij er weer bovenop hielpen. Want zelfs al gingen de zaken goed, Hollywood was niet waar ik wilde zijn. Mijn thuis was hier, bij hen. Ik zal u dankbaar zijn. Zeg jij me nu weer aan het begluren? Wie? Ik, hè? Ja, jij. Jij bent echt nog niks veranderd, hè? Want het zo... Geniepig. Geniepig. Ja. Denk jij dat je dat niet door had vroeger? Hè? Toen op een zolder dat je naar mij stond te zien. Ja, eigenlijk ben ik wel een pervers ventje. Zo. Ja, echt hè? Ja. Maar ik heb mij toch heel dikwijls al afgevraagd wat er zich in dat kopje van u afspeelt. Jij bent ook echt een enige die ik ken die zo zot is om een stoel op te lopen. Weet je, de enige die in mijn kop zit, dat zeg jij. En de kinderen. Echt zo. Ja? Ja. 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 Maar er spookte natuurlijk meer in mijn kop. Veel meer. Al die jaren heb ik iedereen voor de gek gehouden. Niemand kan een stoel opeten. Ook ik niet. Thank you.
Wie we daar hebben. Gerard. Hier. Pak aan. Een opkikkertje. Ik heb dat nodig. Maar je bent zo triestig, Gerard. Heb ik je ongelukkig gemaakt door je mee te nemen naar Hollywood? Dat oord van verderf? Uiteindelijk heb je er zelf voor gekozen. Om te liegen tegen iedereen. Toch ben je een held, Gerard. Beseft je dat niet goed? De jongen die een stoel heeft opgegeten. En nu? Wat gaat ze nu allemaal wijsmaken? Dat het een fabeltje was, een leugentje om bestwil. Waarom ben je niet content met je keuzes, Gerard? Waarom ben je niet content met wie dat je zei? Je gelooft niet in jezelf, Gerard. Ik wil de waarheid. Daar kan ik je niet mee helpen, Gerard. Ik ben maar een acteur. En jij trouwens ook. Maar ik ben het beu iemand te zijn die ik niet ben. Iemand te zijn die je niet bent. Iemand te zijn die je niet bent. Gerard, ik heb hier een foto van jou. Hier staat jij toch op? En je bent toch gelukkig? Het wordt tijd om je af te vragen wie dat je echt bent. Wie dat je wilt zijn. Pak me aan. Het is uw foto. En die brave jongen. Dat is toch niet mooi, hè? Kijk eens hoe mooi dat hem kijkt. Nog altijd zo'n brave jongen die papa is. Tuurlijk. Kijk eens, en wie is dat? Oh, mama. Ja, dat is leven. En hier jongens, dat is die van. Weten wie daar uit zijn hol gekropen is? Zijn winterslaap is gedaan, hè? Daar is hem, ze. Opstaan! Heel erg. Oh, ja. Ja, eindelijk, hè. Jongens, er is ook taart, hè? Ja. Er is taart. Zit hierbij, kom. Soms zijt je zo verblind door leugens dat de waarheid u ontgaat. Of zijt je niet in staat om te zien wat er echt belangrijk is. Maar er komt een moment waarop alles helder wordt. Hollywood.
Misschien niet meteen, maar ooit. En dan beseft je dat het eigenlijk niemand wat kan schelen of dat je een stoel hebt opgegeten of niet.